Vanwege de interlandperiode speelde PEC Zwolle donderdagmiddag een oefenwedstrijd in Amsterdam tegen Ajax. En bij PEC Zwolle begonnen onder andere Stef Nijland, Anas Atjebar en Kevin Bejois in de basis. En het eerste gevaar is voor PEC Zwolle. Met Younes Mokhtar vanaf links geeft de bal op Kingsley Ehisebe, maar hij stuit op oud-PEC Zwolle doelman Diederik Boer. Ziyech legt de bal op Cachera, maar de redding is daar van Kevin Bejois. Neres. De paas binnendoor op Cachera, maar ook nu weer de prima redding van Kevin Bejois. En zo houdt de keeper van PEC Zwolle de ploeg in de wedstrijd. Sendler met de lange bal op Ehisebe. Kingsley Ehisebe met de actie. Draait naar binnen, maar zijn schot is niet gevaarlijk genoeg om Diederik Boer te passeren. Dan Ajax weer. De bal op Clement. Weet Sendler van zich af te houden en schiet de bal over Bejois heen en zet zo Ajax op een 1-0 voorsprong. De tweede helft de vrije trap voor Ajax. Maar het schot is makkelijk te pakken voor Kevin Bejois. Westerman. Mustafa Saymak onderschept, dribbelt naar voren en schiet op goal, maar zijn schot wordt gekeerd door doelman Alblas. Sinkgraven. Zoekt zijn tegenstander op, draait naar binnen, het schot, maar deze gaat naast het doel van PEC Zwolle. Menig. Schenkenveld. De bal komt terecht bij Dirk Marcellus. Neemt aan op de borst. En met dit schot zet hij de stand op 1-1. En zo speelt PEC Zwolle met 1-1 gelijk tegen Ajax. Stef Nijland, was het weer fijn om op het veld te staan? Ja, zeker. Ja, dit seizoen natuurlijk heel weinig wedstrijden gespeeld. En de wedstrijden die ik dan na de winst op gespeeld heb, waren met de belofte. Dus in dat opzicht is het weer lekker om met deze groepen een wedstrijd te mogen spelen. Ja. Hoe gaat het dan, zo'n helftje? Je moet wel een beetje in je ritme komen. Dat merk ik op trainings valt ook nog wel. Natuurlijk, het hele seizoen lopen kwakkelen gewoon van het een in het andere geval eigenlijk. En ik voel me nu fysiek weer goed. Dus het is fijn om dan weer op het veld te staan en een paar goede momenten denk waar we nog kans uit konden creëren. Maar uiteindelijk moet het nog wel beter. En dat is alleen maar een zaak om dan om fit te blijven en sterker te worden en dan weer mooie dingen te laten zien. Het was een prima doelpunt. Ja, zat er goed in. Ja. Dus niks aan toe te voegen. Wist je gelijk dat je het zo ging doen? Niet helemaal. De bal viel eruit. Ik neem maar op mijn borst tussen twee tegenstanders door. En hij lag eigenlijk perfect. En ik hoop Bram van Polen achter me roepen. Ja, schieten. Dus ja, ik denk, zullen we maar doen. Ik denk zeker dat de tweede helft er nog meer in had gezeten. De eerste helft hebben we goed stand gehouden tegen geen slechte ploeg, denk ik. En ook zelf onze kans gecreëerd. Dus de tweede helft maak je denk ik een verdiende gelijkmaker. En kan je ook nog met een overwinning van het veld stappen. Maar ik denk dat we hier tevreden over mogen zijn. Deze wedstrijd ging niet zozeer om een goede uitslag neer te zetten. Maar meer om weer lekker te voetballen. En jongens die wat minder minuten hebben gemaakt de afgelopen tijd. Om die in ieder geval weer veel speelminuten te geven. En dat is gelukt. Er is niemand, voor zover ik weet, nu geblesseerd uitgevallen of wat dan ook. Dus dan hebben we een goede oefenwedstrijd gehad.